Nou ja, mijn naam is Dylan de Haas en ik heb hier een interview met Vincent Everts. Ik zal eerst even kort iets vertellen over het onderzoek. En mocht jij Everts wat vragen of opmerkingen hebben, dan mag je mij gewoon per direct onderbreken. Voor de cursus ethiek ben ik samen met drie anderen een onderzoek gestart naar de wetgeving met betrekking tot de technologische ontwikkelingen. Hierbij waren wij al snel van mening dat uw artikel op Podnieuws ideaal is om op een eenvoudige wijze de studenten te laten zien dat er in de afgelopen jaren veel veranderd is qua technologie. Maar de wetgeving hier nog redelijk op achterloopt. Aangezien er heel veel deelonderwerpen binnen dit hoofdissue vallen, hebben wij ervoor besloten om ons te specificeren op de technologische ontwikkelingen en wetgeving en dan met name wat voor gevolgen het heeft voor de privacy. Mm-hmm. Nou, we beginnen dit interview met een paar wat inhoudelijke vragen over uw bezwaar van de twee verkeersboetes op oktober. En daarna wil ik wat algemenere vragen stellen aan u, Vincent Everts. Okay. Zullen we dan maar beginnen met de eerste vraag? Ja. De eerste vraag is die we opgesteld hebben is van hoe is de huidige situatie van uw bezwaar? De huidige situatie is, zeg maar, hier. Dit is een brief van, een brief zo, die kan ik hier zo laten zien. Het Openbaar Ministerie. Van het Openbaar Ministerie. En die zegt van, we hebben je bezwaar ontvangen. Dus ik heb een bezwaar ingediend. De officier van justitie heeft het afgewezen. Ik heb het moeten betalen, de twee boetes. En nu heb ik een verzoek ingediend om in beroep te gaan. Dat ik door de rechter gehoord wil worden. Dus dat is de vraag. En nu zit ik te wachten op de rechtbank die mij dan een keer gaat uitnodigen om een zitting bij te wonen en daar mijn bezwaar te gaan neerzetten. Oké, dus het is al bijna een half jaar geleden dat het voor het eerst gebeurd is. Is het dan, waarom duurt het dan zo lang? Is het, Altijd zo. Als je een boete krijgt, en dan heb je bezwaar. En dan moet die officier van justitie naar kijken. Het duurt 4 maanden. Dus als jij niet wil betalen bij een boete, dan zeg je, ik heb bezwaar. Dan hoef je 4 maanden niet te betalen. Dan zegt de officier van justitie altijd, we wijzen het af. Dat is standaard. Ja. En dan moet je betalen. En dan kun je nog een keer bezwaar aandienen en dan kun je bij de rechter uitvechten. En als je dan op een gegeven moment bij de rechter gelijk krijgt, dan krijg je je geld terug. En denkt u ook dat u gelijk krijgt en dat de regelgeving aangepast wordt op zelfsturende auto's of... Hoe ziet u dat? Ik denk zeker dat de regelgeving aangepast gaat worden aan zelfrijdende auto's. Alleen mijn bezwaar zal daar een klein stapje in zijn. Want ik schat niet zo in dat de rechter mij een algemene ontheffing gaat geven. Ik verwacht dat de wetgever dat uiteindelijk moet gaan doen. Dus dat moet het ministerie doen en dat moet dan goedgekeurd worden door de Tweede Kamer. Maar aan de andere kant, we zullen zien of de rechter zelf een besluit neemt. De rechter in Nederland is meestal, die controleert alleen maar de wet. Die kijkt gewoon, wat staat er in de wet en hoe ga ik dat interpreteren. Maar we hebben een bezwaar ingediend die binnen de huidige wetgeving, we zeggen niet de huidige wetgeving klopt niet. We zeggen eigenlijk, je moet de huidige wetgeving anders interpreteren. En dat zouden dus, dat is wel spannend. Oké, ja. En ja, natuurlijk is het dan een statement wat u maakt. Denkt u ook dat meer mensen zoals u die een zelfrijdende Tesla rijden met een statement kunnen komen? Of nou ja, het is in ieder geval interessant, want ik heb dus vorige week heb ik met een student, of nee, met een journalist, Mark, heb ik in de auto gereden, Model X van de NRC. En die heeft een column geschreven dat hij vond dat het belachelijk was dat de Tesla met zijn autopilot, dat überhaupt toegestaan wordt om buiten de snelweg te gebruiken. Want op het ogenblik ben jij zelf verantwoordelijk voor die autopilot, om die aan of uit te zetten. Die kun je overal aan of uitzetten. Overal waar goede beleiding is van de weg, kan die autopilot aangezet worden. Dus dat is op provinciale wegen, gemeentewegen, maar ook hele kleine wegen, als er maar gewoon een goede beleiding is. En hij vond dat gewoon belachelijk. Want hij vond dat eigenlijk mensen niet de verantwoordelijkheid aankunnen om te kunnen bepalen of dat ding aan of uit kan gezet worden. Dus hij vindt dat het eigenlijk gewoon gelimiteerd moet worden tot de snelweg. Omdat het op sommige gevaren, als je het op sommige plekken aanzet, dat het inderdaad gevaarlijk is. En dan gaat het erover, wat vind je daarvan of mensen dat zelf moeten doen. Maar dat is dus, dat is net een vorige week in het NRC, of vrijdag of zo, is dat gepubliceerd. En daar kwam dan weer meteen een hele hoop enthousiaste verhalen over. Ja. En dus
even mijn... ik heb twee issues daarover. Eén is het formele bezwaar wat ik maak voor de rechter, dus binnen de wetgeving. En twee is hoe ik er werkelijk over denk. En één is wat ik tegen de rechter ga zeggen is: beste rechter, ik ben in beide gevallen ben ik aangehouden door de politie. En de politie die heeft echt gewoon verklaard aan mij dat het niet was omdat de auto gevaarlijk reed. Die auto die reed keurig. Die reed keurig langs de lijntjes. Ik zat aan de rechterbaan. Ik reed gewoon keurig achter een auto aan. Ik reed 100 km per uur. En dat ding dat ging niet zwalken. Dat ding deed helemaal niks gevaarlijk. Dat was eigenlijk gewoon voorbeeldig. Normaal haalt de politie mensen van de weg af die met een smartphone in de hand zitten. En 50% van de Nederlanders zit regelmatig met een smartphone in de hand. En kijkt dan naar WhatsApp of sms of e-mail, ja, of doet een telefoontje. 50%. En die zijn dan net zo gevaarlijk als een dronken persoon. Dus ik werd niet van de weg gehaald omdat ik gevaarlijk reed. B, is het bezwaar wat wij gaan maken, dat eigenlijk ik niet rijd, maar de auto rijdt. Ik ben helemaal verantwoordelijk voor die auto. Ik moet ook ingrijpen op het moment dat het niet werkt. Maar de auto die stuurt en ik controleer of die auto een goede job doet. En dat is eigenlijk vergelijkbaar in de wetgeving met de examinator of de rijinstructeur. De rijinstructeur die rijdt ook. Die is verantwoordelijk, maar die rijdt niet. De leerling die rijdt. In dit geval zeg ik, mijn autopilot is de leerling. Die is absoluut niet perfect. Die moet echt in de gaten gehouden worden. Ik ben daarvoor verantwoordelijk. En daarom ben ik uiteindelijk de verantwoordelijk bestuurder. Maar een examinator en een rijinstructeur, die mag wel zijn smartphone gebruiken. Dus ik vind dat die wetgeving, die op dit ogenblik al bestaat voor rijinstructeurs en examinatoren, dat die van mij op de toepassing is als ik met zo'n autopilot als de Tesla werk. Dus dat is zeg maar het formele bezwaar waar de rechter zich straks over moet gaan uitspreken. Werkt Tesla dan alleen echt als je een helemaal een rechte lijn hebt? Of kunnen stippenlijnen ook? Ja, stippenlijnen, als er maar een belijning is. En hij kan ook bochten maken. Je kunt ook nog wel een afrit naar beneden doen. Maar die autopilot, dat is een software in ontwikkeling. Die werkt prima op de snelweg. Maar er zitten 8 camera's in en er werken er maar 1 of 2. En bijvoorbeeld de camera die eigenlijk bedoeld is voor stoplichten, die doet het nog niet. De camera die voor rotondes moet werken, die werkt ook niet. De camera die aan de zijkant zit, die moet dus kunnen zien of iemand van links of naar rechts of van achteren komt, ook de camera achter, die werken allemaal nog niet. Dat staat allemaal nog te gebeuren. En dat zal de komende 1 of 2 jaar zal dat aangezet worden. Dus het systeem van autopilot is eigenlijk alleen maar bedoeld voor een weg die geen crosswegen heeft. Dat is echt crosswegen. En op het moment dat iemand echt gevaarlijk rijdt, dat hij echt heel erg hard insnijdt vanuit een hoek, dan ben je ook nog zelf verantwoordelijk dat hij er zelf iets op doet. Maar files en zo, dat werkt allemaal prima. En eigenlijk gewoon 99% van de tijd heb ik geen enkel probleem op de snelweg. Goed. Dus, en nou is ook mijn bezwaar dat ik eigenlijk heb bijvoorbeeld bij het NRC, die zegt van nou, eigenlijk moet dat ding helemaal niet aangezet kunnen worden. Mijn bezwaar is dat ik zeg van, we vergelijken het met de ideale situatie. Met een mens die helemaal gewoon gespitst is, goed aan het rijden is en zeer verantwoordelijk bezig is. Terwijl ik zeg, in hoeverre is de autopilot op dit ogenblik beter dan de gemiddelde mens die rijdt? Nou, gegeven het feit dat 50% van de mensen die nu met een smartphone rondrijdt, en ik weet niet of je wel eens een keer bestudeert wat mensen doen op de weg, maar het is werkelijk een stelletje dronken lui die heen en weer gaat. Ja, je ziet op een kilometer afstand dat gewoon echt 10%, 15% op elk ogenblik heeft een smartphone. En die gaat dan ook echt helemaal alle kanten uit. Die stoppen ook veel te laat. Er zijn heel veel ongelukken die gebeuren omdat ze zien dat de auto voor hen niet stopt. En ja, dat zijn eigenlijk veel gevaarlijkere situaties dan als ik met een goede autopilot, een degelijke autopilot, op een plek rijd die toegestaan is. En dat is dan ook gewoon de snelweg. En ik vind dus ook dat het NRC weer een heel hard oordeel heeft en zegt van ja, die autopilot is niet goed genoeg. Dat klopt, die is niet goed genoeg voor wegen buiten de snelweg. En daar ben ik ook zelf heel erg verantwoordelijk voor. Ik weet ook zelf heel goed, deze weg is wel geschikt voor een halve kilometer of een kilometer en deze weg niet geschikt. Maar op het moment dat ik die autopilot aanzet, dan houdt hij altijd de auto voor me in, in, in,
in de gaten. Als die auto stopt, stopt de mijne ook. Ik heb nooit dat ik achterop iemand aanrijd. En eigenlijk vind ik dat dat enorm toevoegt aan mijn, veiligheid. En ik vind dat je wel mag vragen aan mensen dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen auto. En dat ze als ze op een gegeven moment een hulpdienst inzetten, zoals autopilot, dat ze dan daar ook ja. moeten weten wat wel werkt en wat niet werkt. Wat ik wel met NSC eens ben, is dat als je zo'n auto krijgt en zo'n feature krijgt, dat er eigenlijk wel gewoon dat er iemand echt 2 uur les instructie moet krijgen voordat je zoiets gebruikt. Je moet niet zomaar gewoon in zo'n ding gaan stappen en het meteen gaan gebruiken en dan maar hopen en dan maar denken van, god, dat doet hij altijd. Daar is wel een zorgplicht vanaf ja. Tesla om dat te doen, maar ja, ik heb zelf nu 250.000 kilometer erop zitten en ik weet echt wel wat dat ding niet en wel kan. Nou, je hebt natuurlijk ook eerst ervaring nodig voordat je echt precies weet wat de Tesla wel en niet kan. Juist. Wordt het dan goed aangegeven of wordt het nog helemaal niet aangegeven? Ja, A, is het een feature die je aan moet zetten. Hè? Het staat default uit. Dan wordt er ook erbij gezet, het is een beta-versie. Ja. Elke keer als je het aanzet, wordt er gezegd, hou je handen aan het stuur. Hou je handen aan het stuur. Als je dan ook 30 seconden die handen loslaat, dat kan, dan gaat hij ook zeggen van, hou je handen nu aan het stuur of ik ga stoppen. En dan geeft hij piepsignalen. En op het moment dat je die piepsignalen negeert, dan gaat de alarmlichten aan en dan gaat hij langzamerhand stoppen. Dus hij heeft daar en hij heeft voortdurend berichten van, hou je handen aan het stuur. Dat is, jij bent verantwoordelijk en dat soort zaken, dat het echt, dat wordt er wel bij gezet. Desalniettemin zijn er ook gewoon voorbeelden van ongelukken. Op zich veel minder ongelukken dan met normale auto's, als je kijkt per miljard kilometer gereden. Maar zijn er absoluut mensen die autopilot aanzetten en dan een film gaan zitten kijken. En dan ook nog niet op de snelweg dat doen. Nou, daar is de eerste dode uit voorgekomen en de tweede dode is voorgekomen omdat de beleiding op de snelweg zodanig slecht was in Californië dat de weg in tweeën splitste en dat die auto tussen die twee lijnen in begon te rijden en recht op de op zo'n controleplek of op zo'n obstacleplek is ingereden. Terwijl hij daar zeker 15 seconden voor had om dat op een gegeven moment te zien dat dat nou niet echt de bedoeling was. Maar dan was hij duidelijk inderdaad in zijn smartphone helemaal verstopt een film aan het kijken of zo. En dat is natuurlijk ook de eigen verantwoordelijkheid van de bestuurder. Ja, nou. Ja, ik had er volgens mij ook eentje gehoord dat een Tesla reed op een 80 kilometer weg en dat er toen een vrachtwagen afsloeg. Dat was de eerste dode. Dus dat was een weg die niet een snelweg was, hè, waar je dus gewoon echt, bam, iemand stak gewoon over. Ja, ja en toen is die auto toen is die Tesla gewoon tegen die vrachtwagen aangereden. Maar daar is ook Tesla, op het ogenblik heeft geen camera's die naar links kijkt of naar rechts kijkt, of daar iemand aankomt. En daarom is het ook een systeem wat voor de snelweg is bedoeld. En hoeveel mensen hebben ongeveer, denkt u, zelfsturende auto's in Nederland? Nou, op dit ogenblik zijn er 25.000 auto's die volledig elektrisch rijden. En daarvan is 60%, meer dan de helft is Tesla. Dus er zijn circa zo'n 15.000 auto's die nu autopilot hebben. 12 tot 15.000, denk ik. En er zijn wereldwijd misschien 150.000 of zo, of 200.000 van die auto's. En denkt u dat er in de toekomst, pak maar over 20, 30 jaar, alleen maar zelfsturende auto's is? Of denkt u dat dat heel erg langzaam zal gaan, dat proces? Nee, ik denk dat het dan wel echt helemaal over 20, 30 jaar. Ik denk dat het ongeveer zo moet zien. Over 5 jaar, dan is die technologie perfect. Dan zit het in de dure auto's. Je ziet nu al wat er in de labs gebeurt. Kunnen auto's die kunnen rondrijden in steden. Daar moeten digitale maps die moeten goed zijn. Maar dan kun je zonder auto al rondrijden. Over 5 jaar is die technologie perfect als het in een dure auto. Over 10 jaar is dat standaard in de middenklasse auto's. Dan wordt het ook goedkoop. En er zijn ook grote gedeelten van de eerste wereld die hebben zulke goede digitale maps dat prima werkt. Die ook snelle netwerken, dat je bijvoorbeeld op afstand kunt ingrijpen. Dan komen er ook allemaal auto's zonder stuur. En dan denk ik op het moment dat 5% van de auto zelfsturend is, dan zul je zien dat die veel meer gebruikt gaan worden dan normale auto's. Normale auto's die staan stil 95% van de tijd. De gemiddelde persoon gebruikt zijn autootje
Ze gebruikt zijn auto 20, 25 minuten per dag. 30 minuten per dag. En de rest van de tijd staat hij alleen maar geparkeerd. Nou, op het moment dat die auto niet zelf kan rijden als jij erin zit, dat is mooi, want dan kun jij zelf andere dingen doen. En het is veel veiliger, een factor 5 tot 10 verwachten we. Maar op het moment dat die auto, als jij uitstapt, zichzelf kan gaan parkeren, op het moment dat hij dan iemand anders kan gaan helpen, op het moment dat je dan door zo'n systeem kan als door Uber gebruikt worden, of je hebt een ander iets waarbij je zegt, van, nou, mijn familie mag hem gebruiken, mijn vrienden mogen hem gebruiken, de mensen met 5 sterren mogen hem gebruiken, ik zorg dat dat autootje wat geld gaat verdienen, dan rijdt zo'n auto niet 1,5 uur per dag, maar dan rijdt hij 2 uur per dag. En dan zul je op 3 uur, dan zul je ook zien dat er in Amsterdam, in de grote steden, allemaal grote fleets gaan komen van auto's. Waar bijvoorbeeld 1000 auto's in Amsterdam worden gezet en 500 in Utrecht. En dat je misschien 20.000 auto's hebt in fleets, die dan al heel snel 30%, 40%, 50% van het aantal kilometers gaan doen. Dan zul je zien dat er steeds meer steden alle parkeerplaatsen gaan verwijderen uit de binnenstad. Die zeggen van ja, sorry, als jij een auto hebt, dan gaan we niet gewoon het mooiste gedeelte van de binnenstad gebruiken om auto's te parkeren. Dat is nu 20%. Ja. 20 tot 30%. Al die auto's gaan de binnenstad, worden de binnenstad uitgedwongen. En dan zul je zien dat de auto's die nog prima rijden, want auto's gaan nog 20 jaar mee, dat die door mensen echt gaan gedumpt worden. En enerzijds zullen mensen zeggen, ik hoef helemaal geen auto, want ik heb binnen 2 minuten, als ik een auto bestel, krijg ik tegen hele lage kosten krijg ik een zelfrijdende auto, die veilig is en die me overal heen rijdt. Ik hoef me geen zorgen te maken over parkeren. Een ander gedeelte koopt een zelfrijdende auto en die gaat een stukje van de tijd dat ding verhuren. En dan zullen al die auto's die moeilijk zijn om te parkeren, waar je de hele tijd dat stuur moet vasthouden, die zullen gewoon economisch niet meer gebruikt worden. En die zullen nog wel technisch goed werken, maar dan gaat het heel erg hard. Dus ik denk, dat heb je het dus over 2018, 2028... En dan denk ik dat in 2035 is het helemaal gedaan. Dan zul je zien dat het grootste gedeelte van alle kilometers in zelfrijdende auto's wordt gereden. En dan zullen ook flinke gedeeltes van het wegenpark anders worden ingevuld. En daar zullen dus alleen maar zelfrijdende auto's mogen rijden. Ja. En dan bijvoorbeeld kruispunt. Als je kijkt naar een kruispunt met stoplichten. Nou, dat is echt een heel duur. En het heeft eigenlijk heel weinig throughput. Op het moment dat auto's rekening met elkaar kunnen houden en kunnen kruisen, dan kan de throughput van een kruispunt kan een factor 20, 30 keer omhoog. En niemand hoeft te wachten, maar dan krijg je gewoon een slot toegewezen. En dan zie je gewoon dat ze door elkaar heen rijden. Nou, dat kan je natuurlijk niet met mensen doen. Dus ik denk dat op een gegeven moment dan ook gewoon echt wegen gaan komen waar mensen niet toegestaan zijn achter het stuur. Ja, dus de Tesla, de zelfsturende auto's, zal een beetje ook het openbaar vervoer overnemen als ik het... Nou, dan zul je op een gegeven moment zien. Ja, dan zul je dus wel zien. Ik denk dat de NS nog wel overblijft met grote treinen van het ene centrum naar het andere centrum. Ja. Dat is dan, daar zit je dan wat langer, voor langere ritten. Daar zit je dan in. En die kunnen helemaal van het centrum van de ene stad naar het centrum van de andere stad. Omdat ze daar gewoon een fantastische rijbaan hebben. Maar ik denk dat heel veel bussen, dat je daar dan afscheid van gaat nemen. Want dat is goedkoper om 2, 3 mensen in een auto te stoppen en dat speciaal voor jou te laten rijden, dan een heel bussysteem. Er zullen wel uitzonderingen zijn. Misschien de trams die nog echt hele belangrijke stukken gaan doen, die kun je dan heb je dan zeg maar als een badge. Maar dan denk ik dat alle het fijnmazige er wel uitgaat en dat zal vervangen worden door auto's. Ja, ik denk dat ik zo'n toekomst ook al voor me zie, hoe u het beschrijft. En dat het wel ook wel realistisch is, als je kijkt naar de technologische ontwikkelingen van de laatste tijd en wat er nog komen zal. En ik denk, ik had ook nog een beetje een visie erop. Want vaak heb je mensen die hebben best wel onverwachte dingen tijdens het rijden, waardoor best wel vaak een file ontstaat. Of mensen die laat reageren als stoplicht op groen gaat. Ik denk zelf ook, al heb je allemaal slimme auto's, dat het dan veel sneller zal lopen zodra je op groen gaat. Dat hij dan auto ook gelijk rijdt. En dat alle auto's dan gelijk rijden. Want vaak zie je dat hij op groen gaat. En dat misschien maar 3 of 4 auto's eigenlijk door kunnen. Omdat vaker een seconde tussen zit voordat iemand reageert. Dan zit er nog een seconde tussen. Nee, ze kunnen allemaal als treintje gaan doen. Maar even een cijfer wat interessant is. We hebben 8,5 miljoen auto's. Op maandagochtend om 8 uur. Hoeveel auto's rijden er dan op het drukste moment van de dag? Rijden dan zeg maar in Nederland rond? Ik zou hem zeggen, een ton is al best al veel. Een ton? Toch, van 8,5 miljoen. Hoeveel van die 8,5 miljoen rijden rond?
Op het drukste moment van de dag. Ja, ik zou zeggen 500.000. 500.000. Oh, nou ja, ik moet zeggen dat is een hele goede schatting. Het is 700.000, 680.000, 700.000. Maar dat is inderdaad maar 7% van de auto's rijdt rond. Op het drukste moment in de grootste file. Dus ja. 93% niet. Dus op het moment dat die auto's een beetje wat meer rijden, hebben wij geen 8,5 miljoen auto's meer nodig, maar 2 miljoen auto's. Daar kunnen we het prachtig mee doen. Op het moment dat die, en als de eerste 100.000 auto's zelfrijdende auto's zijn, dan gaan die gewoon al meteen 25% van het aantal kilometers innemen. En dan gaat het dus echt gewoon heel erg hard. Ja, en dan mogen we, een auto is nu, een taxi kost €2,50 per kilometer, een Uber misschien €1,30. En zelf, als je zelf een auto hebt, dan heb je al 50, 60 cent per kilometer als je wat meer rijdt. En als je wat minder rijdt, wordt het wat duurder. En als jij een zelfrijdende auto hebt die meer dan een ton kost, en die rijdt gewoon flink wat door gedurende de dag, dan kun je al voor 20 cent per kilometer kun je rijden. Goedkoper dan dat je een auto kunt kopen. Dus het zal, mensen zullen het gewoon gaan doen, omdat ze het makkelijk, ze hoeven niet te betalen voor parkeren, ze hoeven niet te wachten, ze hoeven niet te zoeken. En het is goedkoper. En dat is voor een heleboel verkeer, zeker voor alle tweede auto's, is dat al heel erg handig. En eigenlijk ook voor een heleboel mensen die, ja, die eigenlijk gewoon een auto als vervoermiddel zien. En niet als staatsobject of die dat voortdurend met een caravan onderweg gaan. Daar zullen wel wat verschillen zijn. Maar dan zal in ieder geval van 8,5 miljoen kan het makkelijk naar 2 miljoen auto's terug. Nou, en dat zal waarschijnlijk ook wel duurzamer zijn. Want alles is elektrisch. Benzine, diesel. Alle elektrische auto's, alles zal sowieso elektrisch zijn. Want dat, binnen 10 jaar zijn ook alle nieuwe auto's die zijn elektrisch. Want het is, ja, het is 3 keer zo goedkoop qua benzine. Hè, als benzine, het is, heeft 3 keer zo weinig onderhoud. En ze gaan 3 keer zo lang mee. En ze zijn inderdaad dan ook veel moderner. Dus wat dat betreft, elektrische auto gaat sowieso domineren. En autonomous rijdende auto's ook. En dat heeft geen parkeerplaatsen meer tot gevolg. Veel meer veiligheid en een veel hoger serviceniveau. En je hebt inderdaad, je gebruikt ook 4 keer zo weinig energie. Dus ja, dat, ik denk dat dat wel gaat doorstromen. En is het dan niet dat juist mensen die als taxi zijn, dat die een beetje gaan protesteren? Want hun banen gaan natuurlijk wel. Ja, maar goed, Job, kijk, 95% van de mensen die was bezig met landbouw. Dat is nu nog 3%. En die maken veel meer. Toen, gisteren zat ik met een aantal mensen in de fabrieken te praten. 50% van de mensen werkte in fabrieken. Dat is nu nog 20%. En we maken veel meer. We hebben nu 70% van de mensen die in dienstensector zitten. In onderwijs, in gezondheidszorg, bij sales en marketing. Allemaal diensten die iets met informatie te doen hebben. En dat zijn eigenlijk ook, een dienstensector is natuurlijk ook taxis. Daar zal ook inderdaad een hele andere vorm van, dat zijn niet meer dat de, ik zou geen chauffeur meer worden als ik als kind nu, als je nu een carrière moet kiezen, dan denk ik dat chauffeur geen goed beroep is voor de lange termijn. Nee, ja, ze zeggen van wel, van ja, we hebben chauffeurs tekort, maar als je dan ook nog technologische ontwikkelingen natuurlijk bijneemt, dan is dat natuurlijk wel een dingetje. Ja, bij die trucks ga je eerst, zeg maar, dan gaan ze allemaal platoon doen. Dan rijden er 2 of 3 auto's rijden achter elkaar. En eentje, alleen degene die voorrijdt. En op een gegeven moment gaan die auto's allemaal zelf rijden. En dat is veel interessanter bij trucks dan dan nog bij personenauto's. Want die trucks, ja. Is dat veel veiliger. En B, is het veel goedkoper. En dan hoeft iemand ook niet. Dan hoef je ook niet elke 8 uur weer een paar uur stil te staan. Dus dat gaat heel erg hard. Daar zitten hele duidelijke economische modellen achter die dat nog veel meer gaan bevorderen. Ja. Ja? Vraag Tesla trouwens ook nog feedback aan jullie. Zo van, zijn er bepaalde dingen van autopilot die niet helemaal goed werken? Dat ze die input mee kunnen nemen om hun software te verbeteren? Of... Ja, nou er zit dus een permanente verbetering in, omdat alles wat... Autopilot staat continu aan. Dus autopilot neemt voortdurend beslissingen over, die zegt, ik zou zo rijden. En ook al heb jij het niet zelf aangezet, dan vergelijken ze altijd gewoon, wat zou autopilot doen en wat doe jij? En dat wordt continu opgestuurd naar Tesla. Dus Tesla krijgt 1 voortdurende stroom binnen van variaties van wat autopilot zou doen en wat de rijder zou doen. En dan ook met de GPS-coördinaten. Dus ze kunnen gewoon zien dat duizenden auto's voorbij rijden en dat er altijd dit gebeurt. Nou, dat is al voortdurend een learning experience. Hebben we ook heel veel, wordt er gewoon gepraat op alle fora, wordt er gesproken. En dat is ook alleen voor hun op te doen. Wat ze daar precies mee doen, daar heb ik geen inzicht in. Maar het is een van de grootste feedback loops die er is.
En, maar denkt u dan niet dat dat inbreuk kan maken op uw privacy dan? Want nee, ja, ik kan het aan- en uitzetten. Ik bedoel, ze vragen gewoon, wil je feedback geven op op jouw auto? En mogen wij dat weten? Dat zeg je ja of nee? Ik had een artikel ook gelezen over een Tesla rijden. En die was dan op een wegje waar je 80 mocht reed, die 150 tegen een Pala. En nu was er allemaal commotie rondom Tesla, dat het op autopilot stond. Maar Tesla is bekendgemaakt dat het dus niet op autopilot stond. Maar dat dus die man, de rijder zelf, gewoon veel te hard reed. Is het dan niet... maakt het dan niet inbreuk op de privacy? Want het is niet helemaal netjes als je dat doet als bedrijf zijnde. Het is toch wel voor de familie ook niet heel leuk om te horen dat... je man of je vader eigenlijk 50 reed waar je 80 mocht. En daardoor dus tegen een paar klapte. 150 bedoel je, of niet? Wat zei je? 150. Ja, hij reed 150 waar je 80 mocht. Ja, nou, dat is inderdaad een goede vraag. Van, wanneer mag hij dat soort dingen beseffen? Tesla is altijd vrij. Heeft als policy allemaal gehad van... Wij zetten alles... Wij rapporteren alles op het moment dat... wij rapporteren alles inderdaad. Als je dat niet wil, kun je het uitzetten... Maar je kunt inderdaad, je zou ook kunnen zeggen, ik wil niet dat je dat rapporteert. Er zal vast nog wel eens een keer iemand een rechtszaak over beginnen. Ja. Ja. Alles is open. Maar als jij bijvoorbeeld kijkt, ik weet niet of je al eens een keer bij Google Maps hebt gekeken. Als je bij Google Maps jouw telefoon pakt, zie je elke dag alles waar je bent. Dus, en je kunt ook teruggaan naar 6 maanden geleden en dan kun je precies zien in Google Maps. Ga je naar je timeline en dan zie je precies waar je bent op elk ogenblik van de dag. Dus Google weet dat en Facebook weet dat en Tesla weet dat voor zijn auto. En ja, wij worden voortdurend gevolgd. Dat kun je allemaal uitzetten. Dan moet je zelf beslissen of je dat wil. Ja, dat is natuurlijk ook wat meer richting ons issue eigenlijk. Wat wij hebben samengesteld met ons groepje. Ja. Het gaat ook een beetje over de privacy van de mensen. En ook met de technologische ontwikkelingen. Nou, hebben we eigenlijk nog een enquêteje samengesteld voor om aan mensen te vragen van onze omgeving. Maar er kwam er dus ook zoiets naar voren. Dan hadden we bijvoorbeeld, ik weet niet of ik het hier heb staan. Nou, ik heb het niet staan bij me. Ik kan de vraag wel even naar voren halen. Dat is best wel een interessante vraag. Ja, nou, terwijl je die vraag naar voren haalt, kan ik nog even zeggen dat gisteren ging de GDPR zeg maar in werking. We moesten alle bedrijven zich voorbereiden. Dus ik kreeg gisteren al 10 bedrijven die zeiden van... Hey, u bent de eigenaar van uw eigen data. Facebook begon daarmee en nog een paar andere. Wil jij dat wij die data gewoon afschermen? Of dat wij die data niet verzamelen? Dan krijg je bijvoorbeeld domme advertenties. Of je krijgt geen dienstverlening. Of je krijgt niet meer alle dingen te zien. Alle interessante dingen te zien die rondom jou gebeuren. Ja, en wat zeg je dan? Sommige mensen zeggen nee, maar ik denk dat 9 van de 10 of 95 van de 10, 100, dat die gewoon ja zeggen. Nee, ik wil toch gewoon goede dienstverlening hebben. En dan heeft, ook al heb je dan GDPR, heb je dan toch gewoon van, geef je toch al die bedrijven, geef je weer toestemming om je data te verzamelen. Ja, precies. De vraag die wij dan hadden samengesteld was van, kun jij je een wereld indenken zonder invloedrijke apps en sites zoals Google of bijvoorbeeld Maps? En dan was de volgende vraag van ja, wat zie jij dan als alternatieven? Zo nee, vind je dan dat er eigenlijk nog sprake is van een vrije keuze om jouw privéinformatie niet te delen met zulke invloedrijke bedrijven? Dus zoals u zei, van ja, weet je gebruikt Maps omdat je het nodig hebt, maar is er dan wel sprake van een vrije keuze? Ja. Ja, die vrije keuze is er natuurlijk, maar je moet een prijs ervoor betalen. En wat irritant is dat je niet dezelfde dienstverlening zou kunnen krijgen. En dat je zegt, nou, ik wil gewoon €5 per maand betalen en ik wil niet dat ik advertenties krijg en dat het niet al mijn informatie wordt doorverkocht. Want inderdaad, het is op het ogenblik is het. En ik denk ook dat die bedrijven, die moeten ook naast die kleine lettertjes die je altijd gewoon wegdrukt en goedkeurt, dat er ook algemene wetgeving moet komen. Ja. Die mensen een beetje beschermt tegen zichzelf. Dus wat dat betreft, dat is altijd een beetje een opvatting van hoe ver vind je dat mensen beschermd moeten worden tegen zichzelf. Mensen zijn niet geïnteresseerd, hebben gewoon weinig kennis, drukken alles weg en zijn niet in staat om voor zichzelf een fatsoenlijk besluit te nemen. Dus daarom dat pleit voor met je meer Europese-achtige wetgeving. Dat je er wat strenger tegenaan gaat. En dat je niet alles maar in weg mag zetten in lange blaadjes.
Maar goed, dan krijg je dan aan de andere kant krijg je dan zo'n heel irritant, krijg je gewoon voortdurend van die pop-up dingen van mag ik heb een cookie, mag ik deze cookies verzamelen? Daar word je ook gek van, die honderd keer toestemming, expliciete toestemming. Dus er moet intelligente regelgeving komen om mensen te beschermen tegen zichzelf. En wat wel mag doorgegeven worden en wat mag niet doorgegeven worden. Als ik zeg, hey, ik wil intelligente advertenties hebben, prima. Die passen bij wat ik interessant vind en waar ik ben. Maar ik vind niet dat je die informatie mag doorverkopen waar ik ben geweest de afgelopen tijden. Dus dan weet je wel, er moet een of andere redelijkheid in de wetgeving gaat komen die ik niet uit die lettertjes moet halen die in die contracten zitten. Ja, ja. En de enige optie die ik vaak heb is ja of nee. Dat is natuurlijk ook gewoon geen echte optie. Dus dat is een hele mooie, ik bedoel 2 miljard mensen die Facebook gebruiken, nog 1 miljard mensen die WhatsApp gebruiken, dan nog 1 miljard mensen die Instagram gebruiken. Je hebt zo de helft van de wereldbevolking die in 1 concern zit, die alleen inderdaad geïnteresseerd is, hoe goed kan ik advertenties verkopen? Nou ja, en advertentie is nog 1 ding, dat is nog, dat dan weet je wel van, mag ik advertenties, als ik weet dat jij gewoon Joden haat, wat echt dus een bestaande case bij Facebook, mag ik advertenties verkopen aan mensen die Joden haten? Welke categorieën zijn toegestaan dat jij mensen selecteert? Mensen die natuurlijk in Amerika zijn mensen die helemaal gek zijn van guns, ja, die kun je gewoon prima via Facebook, maar misschien mensen die helemaal geïnteresseerd zijn in scholen overhoop schieten. Misschien is dat ook wel een categorie die automatisch wordt gemaakt door Facebook. Mag je daarop adverteren? Nou, dan zal er toch op een of andere manier ethische vraag gesteld moeten worden. Wat mag zo'n Facebookbedrijf dat zo machtig, wat mag dat nou wel doen en wat niet doen? En dan heb je natuurlijk de vraag, heb je enerzijds wetgeving, maar anderzijds heb je dan, kan een overheid überhaupt überhaupt toezien op dat soort wetgeving, dat die ook afgedwongen wordt? Niet eenvoudig. Maar wat denkt u ervan over gerichte reclame? Zie je dat als positief of negatief? Ik zie, het is een wapen. Je kunt het van, vind ik reclame ongelooflijk dom en irritant. En vind ik het heel fijn als het wat gerichter is en dat het een beetje past bij mijn interesse. Maar wat je gezien hebt bij Trump, dat op een gegeven moment mensen werden geselecteerd die gevoelig waren voor fake news over Hillary. Dus niet over positief nieuws over Trump, maar fake news over Hillary, dat ze dat uitzochten. En dat daardoor dus 100.000 mensen op een gegeven moment op Trump gingen stemmen. Ja. Nou, dat was gewoon leugens en bedrog. En dat is natuurlijk, dat zeggen we, dat mag niet. Maar ja, probeer dat maar eens in redelijke wetgeving te vangen. En probeer dat maar eens af te dwingen. Ja. Dat Cambridge Analytica allemaal van tegenwoordig. Ja, maar Cambridge Analytica had al dit soort informatie, had ze al eindeloos gewoon, die was gewoon open hierover. Die was gewoon open over wat zij deden. En dat vond iedereen prachtig. Dus Cambridge Analytics had helemaal niet iets fout gedaan. Alleen op een gegeven moment heeft Cambridge Analytics informatie aangeleverd waarbij de Trump-campaign allerlei negatief nieuws over Hillary, wat ook niet waar was, de wereld ingestuurd. Ja, dat zijn natuurlijk ook gewoon dingen die. En dat gaat de Democraten gaan dat volgend jaar. En iedere politieke partij zit zich nu helemaal in te leven. Die überhaupt, Facebook is gewoon het platform waarmee je zeer specifiek je kunt presenteren. En komt er straks een politieke partij per persoon. Die politieke partij met zijn programma, die past zijn communicatie aan bij degene die aan de andere kant aan de ontvanger zit. En dat is niet alleen maar een politieke partij, maar alle brands. Alle brands die gaan straks een individueel gezicht hebben naar elke gebruiker van Facebook toe. Die wordt gewoon een persoonlijke politieke partij of een persoonlijke brand voor jou. En wat dan de overall plannen zijn en gedachten zijn, ja, dat kan heel veel verschillen van de een naar de andere. Want ja, binnen elke partij heb je gigantisch veel verschillen. En ja, wie je dan presenteert voor de een en wie je presenteert voor de andere. En hetzelfde met merken, die hebben ook veel producten en dingen. Die gaat zich straks aangemeld worden. En dan krijgen we steeds meer dat we in een silo leven van ons eigen ideeën. Wordt uitermate complex en ingewikkeld om dat nou weer te reguleren. En daar weer wat van te vinden. Het beste is dat mensen zelf een beetje kritisch blijven. Als mensen zelf kritisch zijn, de pers blijft een beetje kritisch. En er komt dan wat bij allerlei incidenten, dan wordt er wat wetgeving gemaakt. Dan hopen we maar dat we dat ook weer overleven. Ja? Ja. Heb je zo genoeg
35 minuten? Ja, ik denk dat we al redelijk op een einde komen. Ik had nog wel volgens mij twee kleine vraagjes. Ja. Dat is dan meer van over welke technologische ontwikkelingen in het algemeen maakt zich het meest zorgen. En dan met betrekking tot inbreuk op onze privacy. Ja. Heeft u daar nog een mening over of een gevoel bij? Nou ja, dit is wat ik net zei van al die individuele informatie. Dan gecombineerd met het vermogen om met big data slimme dingen te doen. En dan die slimme dingen die worden dan vaak mogelijk gemaakt door patroonherkenning via artificial intelligence. Ja, we krijgen een wereldbeeld wat per persoon gemaakt wordt. En dan denk ik van, wat gaat ons nou verbinden? Niemand kijkt meer naar tv, niemand leest meer de kranten. Iedereen kijkt naar zijn individuele nieuwsfeed en zijn eigen link. Waar blijft nou, iedereen gaat dan qua cultuur uit elkaar lopen. Hoe kunnen we nou nog zaken verbinden? Dus dat is meer nog ineens de privacy waar ik me zo zorgen over maak. Maar dat er nog een gemeenschappelijke cultuur overblijft. En een gemeenschappelijk wereldbeeld waar we met elkaar in ieder geval mee bezig zijn. Ik zie steeds meer mensen die zeggen van, joh, wat het nieuws is, buitenlands nieuws wil ik al überhaupt niks meer van weten, Nederlands nieuws wil ik niks meer van weten, ik ben gewoon geïnteresseerd in mijn eigen dingen. Dus dat maakt me meer zorgen nog over dan de dienstverlening of dan de privacy, zeg maar. Maar ook daar kun je fantastisch zorgen over maken. Dus, maar ik maak me niet zo zorgen over het algemeen, ik kijk meer wat er gebeurt. Ja. Maar denkt u ook dat het voorkomen kan worden, of is het echt dat te weinig mensen er nog mee bezig zijn? Ik denk dat wat dat betreft heeft Donald Trump enorm geholpen. Ja. Ja. En laatste vraag voor het stoppen. Over welke technologische ontwikkelingen in het algemeen bent u het meest enthousiast? Nou ja, artificial intelligence is iets wat we positief en negatief kunnen gebruiken. Artificial intelligence gaat in ieder geval zorgen dat mensen uit de auto gejaagd worden als bestuurder. En ik denk dat dat heel goed is voor de steden en voor de mensen zelf. En dat dat ook gewoon heel goed is voor het milieu. Dus dat is in ieder geval een positieve kant van artificial intelligence. En überhaupt denk ik dat we het feit dat we big data hebben. En dat we ook snel kunnen analyseren, dat die tools steeds beter en intelligenter worden. Dat betekent dat we veel meer zelf slimme besluiten kunnen nemen. En steeds meer autonoom worden. Hè. De teams kunnen meer autonoom worden, bedrijven kunnen meer autonoom worden. Het hoeft helemaal niet zo hiërarchisch meer te zijn. Dus dat zie ik als een enorm groot voordeel. De technologieën, big data, artificial intelligence en ook gewoon het netwerk, sociaal netwerk, kan positief gebruikt worden en negatief. Dus ik kan er de beide kanten op redeneren. En over het algemeen ben ik meer een positivo, die kijkt van hoe kan het positief werken. En er zijn ook heel veel mensen die geweldig analyseren hoe negatief het kan zijn, maar dat is niet zo mijn ding. Nee, ja. Ik had eigenlijk nog verwacht dat u Bitcoin zou zeggen. Omdat ik ook nog wel eens films heb gezien van u over Bitcoin en cryptocurrency. Dat dus niet. Ja, nee, ik ben hartstikke veel bezig met Bitcoin. Wat dat betreft, de centralisatie. Ik moet wel zeggen van, ik ben heel enthousiast over Bitcoin en blockchain. En dat er op een andere manier met elkaar zaken gedaan kan worden. Dat is hetzelfde, hè, big data, big blockchain. Dat zijn allemaal technieken waar dingen meer decentraal kunnen gebeuren. En tot nu toe, elke keer als ik enthousiast ben over iets dat ik denk, god, dat geeft meer macht voor het individu, dan komt er altijd daarna weer een enorme centralisatie. Dus internet heeft ervoor gezorgd dat echt gewoon, dat de grote jongens zo groot zijn geworden. En dat de decentralisatie waarvan je dacht van, nou, iedereen kan publiceren, iedereen kan praten, iedereen kan overal meenemen. Maar dan heb je toch weer dat er dan weer zo'n Facebook en zo'n Apple en zo'n Google en zo'n Amazon. En dat daar de grote partijen eventjes, en Samsung, dat die zo even 80% van de markt pakken. Die nummer 1 is. Nummer 2 krijgt nog 15% van de markt. En dan blijft er nog een paar procent over voor alle anderen. Dus die centralisatie maak ik me wel zorgen over. Nou, Bitcoin is dan een decentralisatie. Dat je niet hebt dat één bedrijf een database heeft, maar dat je dat gemeenschappelijk hebt. Maar met mining zag je dan weer meteen ook weer een centralisatie. Er zijn nu duizenden munten en duizenden bedrijven die trust systemen maken om dingen anders te gaan regelen. Maar ook daar zul je zien dat er maar een paar grote overblijven. Dus maar blockchain is op dit ogenblik echt ook een positieve kracht om gewoon veel beter met elkaar samen te werken. Minder bureaucratie te hebben, minder paperwork.
en dingen met elkaar te kunnen regelen zonder dat je elkaar helemaal hoeft te vertrouwen en dat je dan toch zeker weet, hey, dit is wat inderdaad echt afgesproken is en dit is ook de waarheid die we met elkaar accepteren. Dus daar ben ik wel heel inderdaad heel enthousiast over. Maar ik ben nu langzamerhand zo vaak enthousiast geweest over die decentralisatie als techniek en dat er dan elke keer weer, hup, door een diegene die het het beste doen, dat het netwerkeffect, degene die het beste doet, dankzij het netwerkeffect wordt gewoon de grootste. Die heeft dan de beste tools en de laagste kosten en de beste brains. En die koopt ook alles en iedereen die ook maar enigszins wat groter wordt. Hè? Dus dat is met Facebook, met Instagram en Facebook met WhatsApp. En dan zie je dus dat winner takes all is nogal een trend in onze samenleving. En dan heb je heel veel inkomensverschillen. Dat echt gewoon op het ogenblik ja, een paar procent van de mensheid die krijgt gewoon 40, 50% van het inkomen en 80% van het kapitaal. Nou, dat zijn allemaal trends waar ik me wel zorgen over maak. Maar aan de andere kant zie je ook elke keer weer nieuwe dingen komen, zoals inderdaad blockchain, dat je denkt, zou dat nou weer doorbroken kunnen worden? Maar dat enthousiasme is niet, ik moet eerst zien dan geloven. Ja, ja. Nou, ik denk... Je hebt voorlopig genoeg? Ja, 43 minuutjes is mooi. Ik wil hartstikke bedanken. Ik heb erg veel geleerd ook van andere dingen van u. Ik vond het een leuk gesprek met u. Mooi. Hartstikke mooi. Ik zal het even op... Het komt wel goed uit. Ik heb toevallig net een filmpje gemaakt over het NRC. En over wat zij daarover doen. Dus als je het goed vindt, dan zet ik dit gesprek even op YouTube. Dan zet ik dat er even bij. En dan stuur ik je een linkje. En dat stuur ik dan mee met mijn nieuwsbrief. Samen met het artikel van het NRC. En het filmpje daarvan. Dat vind ik helemaal goed. Oké, hartstikke mooi. Dankjewel. Wat studeer je eigenlijk? Ik studeer econometrie. Kijk eens aan. Nou, dan is het goed dat Johan Wempen nog een beetje aan de ethiek kant zit. Want dat is inderdaad, als je alles maar in netwerkeffecten en cijfers doet, dan gaan dit soort ontwikkelingen volledig aan je voorbij. Precies. Ja. Oké, dankjewel. Fijne dag.